bij het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Daar begint namelijk morgen het proces tegen voormalig president Slobodan Milosevic. Er zijn honderden journalisten op afgekomen op dit historische proces. Het eerste tegen een voormalig staatshoofd voor een tribunaal van de Verenigde Naties. Alleen al de Britse BBC heeft een ploeg gestuurd met 50 man. Yes, this is absolutely key moment in the life of this institution, and I think a landmark as well for international justice. This is a huge trial, as many people have commented, the biggest or the most significant since the end of the Second World War and the Nuremberg trials. This is also very important, I think, to the victims of the crimes that Slobodan Milosevic is charged for. Er komen ongeveer 300 getuigen naar Den Haag. Het proces zal naar schatting 2 jaar gaan duren. U zag het journaal van 6 uur. De volgende uitzending is om 8 uur, ook op Nederland 1. Nu weer Jeroen Snel met 2 vandaag. Dames en heren, ik wens u een goedenavond. Goedenavond. Straks in 2 vandaag aandacht voor de start van het megaproces tegen Slobodan Milosevic. Maar allereerst het politieke drama van het afgelopen weekend. Nou, ik heb uitgelegd wat ik heb gezegd in columns, wat ik heb gezegd in boeken. Het bestuur wist ook dat ik dat allemaal had geschreven en gezegd. En in die zin is er dus gewoon niks nieuws aan de orde geweest. De val van Fortuyn en het verlies voor Leefbaar Nederland, waar heel politiek Den Haag op zat te wachten, gebeurde in het afgelopen weekend. Pim Fortuyn struikelde over zijn eigen uitspraken en zijn partij, Leefbaar Nederland, zit hem aan de kant. Of toch niet? Gisteravond deed Fortuyn een oproep aan de voorzitter van Leefbaar Nederland om de breuk te lijmen. Straks het antwoord daarop van Jan Nagel. Allereerst het theater van de afgelopen dagen, want nooit eerder speelde een politiek drama zich zo af voor de lenzen van de camera's. Lijsttrekker Pim Fortuyn van Leefbaar Nederland. Door de pers op de hielen gezeten in de nacht van Fortuyn. Pim Fortuyn. Fortuyn. Pim Fortuyn in de Volkskrant. Pim Fortuyn met of zonder Fortuyn. Hilversum afgelopen zaterdag. In het appartement van campagneleider Kai van der Linden speelt zich een klassiek koningsdrama af. Na 77 dagen komt er een einde aan het huwelijk tussen Pim Fortuyn en Leefbaar Nederland. De partij kan zich niet langer verenigen met de rabiate standpunten van haar lijsttrekker. Luister nu, nou, ik heb uitgelegd wat ik heb gezegd in columns, wat ik heb gezegd in boeken. Het bestuur wist ook dat ik dat allemaal had geschreven en gezegd. En in die zin is er dus gewoon niks nieuws aan de orde geweest. De onduidelijkheid over zijn lot duurt tot zondagmiddag. Leefbaar Nederland voorzitter Nagel verschijnt in Buitenhof. Dan zal Leefbaar Nederland zonder deze lijsttrekker die absoluut charisma heeft waarschijnlijk minder zetels halen. Maar dan kiezen we toch voor het eerlijke politieke standpunt. At your service. November 2001. Pim Fortuyn en Leefbaar Nederland sluiten een verbond. De mars op Den Haag wordt ingezet. Fortuyn matigt aanvankelijk zijn toon, maar er sluimeren conflicten, want Fortuyn blijkt toch niet in staat zijn radicale stellingname te laten varen. Onophoudelijk predikt hij zijn eigen agenda en neemt met zijn standpunten over asielzoekers en de islam steeds meer afstand van de partij. Ik ben een man, heb ik ook gezegd, die zegt wat hij denkt en die doet wat hij zegt. Afgelopen zaterdag barst de bom. In een inmiddels geruchtmakend interview met de Volkskrant zet Fortuyn kanttekeningen bij artikel 1 van de grondwet, dat discriminatie verbiedt. Ook noemt hij de islam een achterlijke cultuur en pleit hij voor een totaal asielzoekersstop. Deze uitspraken gaan het bestuur van Leefbaar Nederland te ver. Fortuyn is niet langer te handhaven. Dames en heren, goedenavond. De gevierde stemmentrekker van Leefbaar Nederland, Pim Fortuyn, is lijstaanvoerder af. Vergis je niet. Ik word de minister-president geweest. Een geruststelling voor de fans. Fortuyns rol in de politiek is nog lang niet uitgespeeld. Hij sluit zelfs een doorstart als lijsttrekker van Leefbaar Nederland niet uit. Misschien vindt Jan Nagel, die is niet voor een kleintje vervaard, toch nog ergens een pot lijm in zijn nachtkastje en denkt van nou, kunnen we de scherven nog bij elkaar leggen? Ja, bij ons in de studio Jan Nagel, partijvoorzitter van Leefbaar Nederland. Goedenavond, welkom. Goedenavond. Meneer Nagel. Heeft u gisteren Fortuyn nog gezien in Netwerk? Ja, zeker. Ik kijk altijd naar Netwerk en zeker gisteravond. Wat vond u ervan? Ik vond dat hij het goed deed. Ik vond dat hij sympathiek overkwam, helder en ja, zoals je Pim Fortuyn eigenlijk kent. Ja. Hij stelde een lijmpoging voor. Wat vindt u daarvan? Ja. Dat verdeelt je, dat verscheurt je. Je bent met die man opgetrokken.
En je komt op een recordhoogte van 22 zetels in de opiniepeilingen. Nog nooit eerder gebeurd. Hard aan gewerkt, hij ook. En dan breekt dat opeens. En ook bij onze achterban, ja, was dat nou nodig. Dat is de ene kant. Aan de andere kant, wij waren een politieke partij die vernieuwend zou zijn. Die niet compromissen zou sluiten, maar helder en duidelijk. Dat is één. Maar bovenal, wij hebben op ons congres heel lang gepraat over het asielbeleid. En wij werden in een rechtse hoek geduwd. En in dat programma staat, Nederland is niet vol, maar zal in Europees kader een goed asielbeleid voeren. Er staat letterlijk in, Nederland is niet vol. Maar ja, als je druk, dan als lijsttrekker, terwijl je beloofd hebt dat programma te gaan uitdragen, zegt Nederland is vol en dan komt nog nul mensen binnen. Ja, ik moet zeggen, afgezien van het feit dat je dat met elkaar een ander programma hebt afgesproken, maar dat is ook een politiek standpunt waar ik en met mij het congres niet mee kon leven. Dat mag niet en dan moet je duidelijk zijn. Toen hebben we zaterdagavond met Pim gesproken. Ik heb ook indringend onder vier ogen een tweetal keren met hem gesproken. En wat hem siert en waar ik ook respect voor heb, is dat hij zegt dat het interview was correct weergegeven. Ik vind dat, ik neem daar niets van terug. Ja, dan moet je ook niet zeggen, een lijnpoging nog. Want als je zegt Nederland is vol, niemand erin. Of je zegt Nederland is niet vol en een redelijk en goed asielbeleid. Dus dat ligt zo uit elkaar. En daar mag je in de politiek, vind ik, geen enkel misverstand over laten staan. Met andere woorden, een lijnpoging ziet u helemaal niet zitten. Dat is nu niet ter sprake. Kijk, het is net als gescheiden ouders. Dan willen de kinderen van moet het nou en kan het niet bij elkaar. Maar soms is het beter. Pim Fortuyn heeft zaterdagavond, voordat hij wegging, tegen mij gezegd, als ik dit standpunt zou herroepen of water bij de wijn zou doen, dan verlies ik het respect van de anderen en ook van mezelf. Ja, maar dus en geen als jullie lijn, dat doen, ja? En als jullie dat doen, verliezen jullie dat voor ook. Voor alle duidelijkheid, een lijnpoging is nu niet aan de orde. Dat is echt ik denk niet dat, de mogelijkheid. Ik denk om wat de er gebeurd is. Ja. Je zou alleen alweer aan de tafel de wegen zijn zitten. Definitief gescheiden. Al zou je alleen alweer met elkaar aan tafel gaan zitten om te pogen, dan denk ik dat je en Pim Fortuyn en Leef in Nederland heel verdacht wordt. Dat wat u betreft is het uitgesloten dat u nog tot elkaar komt, dat Pim Fortuyn terugkomt als lijsttrekker. Op grond van zijn eigen woorden van jongens, als jullie je standpunt opgeven zijn jullie ongeloofwaardig, als ik mijn standpunt opgeef ook. En bovendien, op grond van inhoud, hij vindt Nederland is vol, geen asielzoeker erbij. Dat vind ik persoonlijk een zeer onverteerbaar standpunt, wat ik ook nog wens te bestrijden. Dus het is uitgesloten. Ook al zou hij dus zijn standpunt wijzigen, hij zou mogelijk excuses maken, dan nog is het uitgesloten. Nee, kijk, excuses maken, dat kan altijd en dat hoeft mij niet eens. Maar als hij nu, nadat hij echt tientallen keren heeft gezegd van het is correct weergegeven, ik meen het. En ik herhaal het, ik blijf op dat standpunt staan, anders ben ik onwaarachtig. Hij kan niet verwachten dat ik, het congres, gaat zeggen, wij vinden ook dat Nederland vol is en dat niemand bijkomt. Dus, en het wordt een gedraai en ik vind we moeten eerlijk blijven in de politiek. Daarvoor was Leef met Nederland opgericht. En hoezeer ik ook begrijp dat ook een deel van de achterban van Leef met Nederland zegt, van jongens, kunnen we niet nog een keer praten en bij elkaar hebben? Ik zou het ergens willen, maar ik ben ook reëel. Je moet het niet het onverzoenlijke met niet elkaar. Even voor de duidelijkheid, het is voor u uitgesloten dat Pim Fortuyn terugkomt als lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Pim Fortuyn heeft gezegd, dit is mijn standpunt. Ik zou me geweld aandoen als ik het zou veranderen. Hij mag het ook niet van ons maar verwachten. Maar dat is dus een nee, hij kan niet terugkomen. Ik houd van lijmpotten in de politiek als het echt kan en nodig is. Als u 50% belasting wil en ik 30, het is dan kunnen we op 40 uitkomen. Ja. Maar op dit asielbeleid een zo principieel punt, dat raakt het politieke hart van de samenleving, van onze partij en ook nog eens van mezelf. Het is dus uitgesloten? Ik zou het willen, maar het kan niet. Het kan niet. Hij kan niet terugkomen bij Leefbaar Nederland. Wat mij betreft nu niet en volgende week en niet. Ik vind eigenlijk als Pim consequent is, op grond van wat hij zaterdagavond gezegd heeft, ik meen dit en ik kom onwaarachtig over als ik mijn standpunt verander. En we hebben een congresuitspraak, dan moet hij ook inzien dat hoe spijtig ook, met dit geweldige succes wat we hadden, en met wat dit deel betreft, pijn in het hart, maar met de andere kant ook, Pim, als we zo
zo'n belangrijk punt zo uit elkaar liggen, dan moeten we dat ook niet meer willen. De breuk is definitief, begrijp ik. Wat mij en het bestuur betreft wel. We komen zo bij u terug. De grote vraag is nu natuurlijk of de crisis binnen Leefbaar Nederland de ongekende opmars van de partijen in de peilingen heeft gestopt. Twee Vandaag liet door het NIPO een onderzoek uitvoeren onder de kiezers die bij de vorige enquête lieten weten op Leefbaar Nederland te gaan stemmen. Is Leefbaar Nederland zonder het boegbeeld Pim Fortuyn nog wel in trek bij deze kiezers? En trekt Fortuyn met een eigen lijst deze Leefbaar Nederland sympathisanten naar zich toe? De resultaten van de Twee Vandaag NIPO-enquête. 42% van de achterban van Leefbaar Nederland is het eens met de uitspraken van Fortuyn. 56% is het oneens en 2% heeft geen mening of kent zijn uitlatingen niet precies. 50% van de Leefbaar Nederland kiezers vindt het terecht dat het bestuur heeft gebroken met Pim Fortuyn als lijsttrekker. 47% vindt het onterecht en 3% heeft geen mening. 55% van de Leefbaar Nederland achterban hoopt, net als Pim Fortuyn, op een lijmpoging van het bestuur. Van 43% hoeft dat niet en 2% heeft geen mening. Slechts 29% van de Leefbaar Nederland kiezers blijft de partij trouw. Dus 71% keert de partij de rug toe. 25% blijft vooral Pim Fortuyn trouw en zou op zijn lijst stemmen als die er komt. En 25% kiest voor een andere, al bestaande partij. 21% heeft nog geen idee. Dat zou betekenen dat als er nu verkiezingen zouden zijn, Leefbaar Nederland op 6 zetels zou komen, terwijl dat in onze vorige peiling van 25 januari er nog 15 waren. Dramatisch getal, 6 zetels nog voor Leefbaar Nederland in de meest recente peiling. Meneer Nagel, 2/3 van de mensen die zeiden op Leefbaar Nederland te gaan stemmen zijn weg. Ja, ik wil toch even daar 2 kanttekeningen bij maken. In de eerste plaats is het kort na het gebeuren en dat werkt door. In de tweede plaats, uw opiniepeiling, die ik ook best waardeer en zo, maar is maar onder 154 Leefbaar Nederland stemmers gehouden. En dat is verre van representatief. Het is toch een doorsnee van de groep die zegt om Leefbaar Nederland te gaan kiezen. De stemgroep is veel te klein om representatief te zijn. Het NIPO zelf zegt dat er een marge zit van 6%. Ja, dus dat is 9 man hooguit. Ik moet u zeggen dat uw collega's van de publieke omroep, netwerk, vanavond ook met een enquête komen. Die is wel representatief. Ja. En daar komt een totaal ander beeld uit. Ja. En dat is wat Leefbaar Nederland betreft. Maar als ik het goed heb begrepen, hebben zij niet onder de aanhang van Leefbaar Nederland vragen gesteld. Laten we even de feiten nemen. Geef mij ook even de eerlijke kans, want u verkondigt iets als een vaststaand feit. Onze enquêtes die worden vaak als een vaststaand feit. Ik zeg dus, het is vroeg, het is zeker niet representatief. Ja. Maar uw collega's die wel een representatieve steekproef hebben, die komen met een heel ander getal voor Leefbaar Nederland. Het is een beetje flauw. Het feit is natuurlijk, het is niet flauw. Dat heeft u zelf ook grote aangekondigd. Ja, het is een kort termijn. Het NIPO maakt voor ons hele betrouwbare enquêtes. Het feit is, ja, maar de steekproef is ja, maar het feit is dat u keldert in zetelaantal. Laten we dan dat getal even loslaten. Okay. Maar u bent een groot deel kwijt. Hoe gaat u het oplossen? Kijk, om te beginnen zijn we nu een partij zonder lijsttrekker. Dus stel nou voor, wij komen met een lijsttrekker die het goed overbrengt. Dan maken we een doorstart. En dan gaat het getal, als het goed is, weer omhoog. Wie kan dat gaan doen? In tweede plaats, dat weten we nog niet. In tweede plaats een politieke kenner, aan wiens woorden ik grote waarde hecht, Hans Wiegel. Die zei vandaag voor de radio, er is zoveel beweging in de Nederlandse politiek. En Leefbaar Nederland staat voor een aantal ideeën die bij de Nederlanders leven. Ik ga ervan uit, zei Hans Wiegel, dat die partij toch nog een behoorlijke aanhang houdt. En hij is een kenner. En ik ben het in dit geval met Hans Wiegel eens. En ik denk dat het veel te vroeg is om te zeggen van we zullen misschien in die enquête wel een stap terug doen. Inmiddels om de overstap te maken. Nee, kijk, wat dat betreft zijn we ook politiek zuiver. Ja. De heer Wiegel is tegen gekozen burgemeester, referenda. Ook die en hoezeer ik hem ook persoonlijk mag, want ik ken hem goed. Dat zou net zo irreëel zijn als dat Leven Nederland zou zeggen van Nederland is vol. Dan over uw eigen positie. U heeft eerder gezegd, ook van het weekend, dat u vandaag en wel nu hier in dit programma uitsluitsel zou geven over uw eigen politieke toekomst. Of u wel of niet in de Kamer gaat zitten voor Leefbaar Nederland. Wat gaat u doen?
Wij hebben gezegd, in de politiek moet je heel duidelijk zijn, zal ik ook zo zijn. Ik ben niet in voor het lijsttrekkerschap van Leefbaar Nederland. Ik ben lijsttrekker in Hilversum. Ik ben er pas 9 maanden mediawethouder, andere portefeuilles. Ben goed ingewerkt. We zijn bezig dit mediapark een toekomst te geven, de bereikbaarheid van Hilversum. Ik vind dat ik eigenlijk niet weg kan. U wil hier blijven. Dus, kies voor Hilversum, voor het wethouderschap, onder 1 voorwaarde, dat de kiezers dat ook willen. En wat nieuw is, en misschien die verkiezingen spannend maakt, ik zeg, ik blijf wethouder als we minstens gelijk resultaat halen als de vorige keer, 14 zetels of meer. Maar als we verliezen, dan beschouw ik dat als een afstemmen voor mij. En dan zal ik wel raadslid blijven, maar geen wethouder. U bent voor duidelijkheid in de politiek, maar ik vind het het meest onduidelijke antwoord wat u kunt geven. Ja, dat ligt aan u en niet aan mij. Nee, ik snap het niet. Leefbaar Nederland zit in een crisis. U bent nodig in Den Haag om daar de boel op poten te zetten. Ja. Dat u geen lijsttrekker wilt worden, ja, dat kan ik me voorstellen. U wacht ook op een bepaald charismatisch figuur wellicht. Maar dan bent u toch een goede nummer 2 om daar in de Kamer de boel te bewaken. Dank u voor het compliment. Als partijvoorzitter kan ik ook 1 dag in de week gaan kijken, de zaak op poten zetten. Maar ik vind, en dat meen ik oprecht, dat ik in Hilversum verplichtingen heb tegenover de Hilversummers. En ik heb gezegd, als de Hilversummers dat ook vinden, glashelder, bij 14 zetels, gelijk blijven of winst, blijf ik wethouder in Hilversum. Maar als de kiezers mij belonen met een verlies, dan vind ik dat ik daar de consequentie uit moet trekken. Nou, maar kunt u zich voorstellen, met alle respect hoor, voor de mensen in Hilversum, maar kunt u zich voorstellen dat men toch liever uw inzet ziet voor Leefbaar Nederland in plaats van Leefbaar Hilversum? Nou, nogmaals, dank. De verhouding ligt zo anders. Nogmaals dank voor het compliment, maar de beslissingen vallen ook in de goede volgorde. 6 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En 10 maart is het congres wat beslist over de Tweede Kamer. Dus het valt ook nog goed in de volgorde. En dat ik prioriteit geef dan aan de Hilversumse kiezers. En daar misschien ook een spannende verkiezing maak. Maar ja, ik heb ook rekening te houden met mijn politieke betrouwbaarheid en gevoel. En ik heb verplichtingen aangegaan. Misschien had ik De mensen in Leefbaar Hilversum kringen, uw achterban hier, zal het niet begrijpen als u de overstap maakt naar Den Haag? Als ik mijn belofte niet nakom. Ja, maar die belofte die overtreft toch, is toch niets in vergelijking met uw inzet dan voor Leefbaar Nederland. Ik heb er echt een aantal dagen over nagedacht. Maar Leefbaar Nederland, de kopstukken zijn nog ver te zoeken, met alle respect. Wie moet dan wel die kar gaan trekken? Morgen gaat het bestuur vergaderen en dan gaan we de route uitzetten tot aan het congres. Want, en ik ga dat niet in mijn meneer Wessenterp is er, David Pinto, Wim van der Brink. Maar dan hou ik al een beetje op met het noemen van namen, want de rest is veel minder bekend. Ja, het hoeft niet altijd minder bekend te zijn. Er zitten hele goede wethouders bij die dat al jaren zijn. Maar het kan ook weer zijn dat er iemand opstaat en die zegt, ik wilde geen tegenkandidaat tegen iemand als Fortuin zijn. Dat zou ik sowieso verloren hebben. En bovendien, het beeld van de partij is nu toch wel een stukje anders. Misschien komt er wel iemand morgen die zegt, nou, nu Leefbaar Nederland er zo voor staat, wil ik lijsttrekker worden. Een outsider zou kunnen. Van een gevestigde partij. Ja, of iemand die zich misschien tot nu toe niet gemeld had. U, ik weet doet het eigenlijk niet. Hierbij ook een beroep op de mensen om daar in ieder geval nog over na te denken. Alles wat mij betreft staat open als wij een nieuwe lijsttrekker hebben. Gevestigde politici van dit moment, het liefst. Nee, maar ook misschien jonge politici of wat dan ook. Het staat open. Ik noem eens wat. Ik weet helemaal niet of dat een goede lijsttrekker zou zijn. Want ik moet met alle kandidaten nog spreken. Maar in Rotterdam hebben wij bijvoorbeeld de zwarte zakenvrouw van het jaar op een lijst staan. In Deventer hebben we een goede wethouder. Maar we kennen ze niet. Een vrouwelijke wethouder. Nee, maar wij gaan met alle kandidaten gesprekken voeren. Ja. En misschien komt er wel iemand die tot nu toe zich niet bij Leefbaar Nederland had gemeld. En zegt, nu jullie er zo voor staan, vind ik het interessant. U zelf niet? Henk Westbroek niet, dat heeft hij altijd gezegd. Maar ja, de partij is nu in zo'n situatie terechtgekomen dat dat misschien nog anders wordt. Zou heel misschien kunnen. Ik weet het niet. Ik weet dat Henk altijd geweldig solidair is, maar ook geweldig consequent. Maar u zou het niet willen? Ik doe het niet. Ik heb afgesproken. Ik stel mij beschikbaar voor Hilversum. Dat had ik van tevoren beloofd.
En ik kan die belofte niet breken. En alleen als de kiezers in Hilversum mij afwijzen, ligt er weer een weg voor mij open. Ja, maar die lijsttrekker die moet voor de datum van 6 maart van de gemeenteraadsverkiezingen bekend zijn natuurlijk bij jullie. Maar lijsttrekker van Leefbaar Nederland wil ik sowieso niet worden. Dat is 100% zeker? Dat is wat mij betreft zeker, ja. Ja. Geldt uw afspraak nog dat Leefbaar Nederland minimaal 10 zetels moet halen om in de Kamer te komen? Want ja, als we toch de NIPO-peilingen weer bijpakken, 6 zetels op dit moment. Nee, maar ik ken ook andere peilingen en daar staan we ook weer toch duidelijk hoger. Ja, maar die 10 wordt een kritische grens toch opnieuw? Ja, dat is het altijd, ook als we doorgegaan waren. Maar het kan ook zijn dat we toch weer daar een stuk bovenuit komen. Maar als u minder dan 10 zetels haalt bij de verkiezingen, wat dan? Dan blijft gelden wat we eerder gezegd hebben. De oprichters stoppen ermee, want we vinden niet dat het een splinterpartij moet worden. En dan gaan de zetels naar de andere partijen die het geld als restzetels kunnen incasseren. Het geldt voor alle dingen en ik hoop dat we dat volhouden met z'n allen. Dat wij een eerlijke partij zijn, dat als we zeggen Nederland is niet vol en een asielbeleid of ik heb de Hilversumse kiezers wat beloofd of bij 10 zetels, dat je niet die uitspraken doet en dan weer terugdraait wat je zegt. Wat je belooft, nou laat ik zeggen, beloofd is beloofd. Meneer Nagel, hartelijk dank. Geen Pim Fortuyn, niet u als lijsttrekker. En wellicht dat we u nog in Den Haag tegenkomen. Maar liever in Hilversum, als de kiezers dat willen. Dank u wel voor uw toelichting vanavond.